Ik zit bij Leo Bos en hij is voorzitter van het Russisch Vokaal Ensemble. En vrijdag aanstaande dan spelen ze hun laatste concert. Ja, wat betekent dat voor jullie? Ja, dat betekent hele dubbele gevoelens. Enerzijds vanwege het feit dat velen van ons koorleden, van onze koorleden daar wellicht een zakdoek bij nodig hebben. Maar anderzijds overwint de realiteit, waaruit de conclusie alleen maar te trekken is dat het zo niet langer kan. We hebben het probleem dat we in aantal sinds 2019 gezakt zijn met 8 leden. Daar is tot op heden geen enkel nieuw lid voor teruggekomen. We zijn daar niet in geslaagd. En dat betekent dat nu met de geringere opbrengsten van de contributies, dat we in de schulden gaan lopen. En om dat echt voor te zijn, hebben we moeten besluiten met heel veel pijn in het hart en heel verdrietig om te stoppen met onze activiteiten. Russisch zingen, wat betekent dat voor jullie? Waarom zingen jullie in het Russisch? Ja, Russisch zingen, het is niet zozeer het Russisch zingen wat voor ons op één staat. Het gaat om het soort liederen. Dat zijn Byzantijnse liederen, zeg maar kerkliederen. En dat zijn Slavische liederen, de volksliederen uit die omgeving. En omdat we dat vierstemmig zingen, is dat een geweldige mooie samenstelling van klanken. En dat is waar veel liefhebbers voor zijn. En daar horen wij ook toe tot die categorie. En dat is ook een van de redenen, hè? Dat als er steeds meer mensen wegvallen, dan valt jullie samenstelling van jullie muzikale zijn valt ook weg. Ja, we zitten. Dat is een serieus punt. Dat de balans in ons koor echt bedreigd wordt. Want ja, je zingt vierstemmig. Hè, voor elke partij heb je een aantal krachten nodig. En we zitten nu al op het feit dat voor sommige stemmen, dat we daar maar 2 personen voor hebben. Mocht er eens een keer vanwege ziekte iemand uitvallen voor een concert, dan heb je in je verdeling van je stemming heb je wel een probleem. Ja, in jullie 17 jaar, wat was het meest memorabele, meest goede gevoelens aan terug? Ja, dat zijn toch wel verschillende optredens geweest. Ik herinner mij een optreden samen met de New Harvest zingers uit Geldermalsen. Die waren in die tijd Nederlands kampioen voor het barbershop songs. En dat was een heel bijzonder optreden. Maar bij mij in de top staat toch ons jubileum in 2016, waar we destijds hier in Almelo hadden een heel bekende Russisch orkest. Die wonen dan in Duitsland, maar origineel Russisch professioneel orkest, vaak op de Duitse tv, Troika. En die hadden een zangeres meegenomen, Eteri Savava, ik weet de naam zo uit, Eteri heet ze van voornaam. En dat was een topzangeres in de hele wereld. En dat was een zeer indrukwekkend optreden samen met ons. Het was een prachtige bijeenkomst. En iets later hadden we in hetzelfde jaar, hadden we ook in het kader van het jubileum, een optreden in Vriezenveen met het Nederlands Politieorkest. En dat was ook een heel indrukwekkende aangelegenheid. Professionals, ja, als je daarmee mag zingen, dan is dat toch wel uitdagend en mooi. En aanstaande vrijdag in de Penielkerk, gaan jullie dan nog één keer alles uit de kast halen? Nou, dat zijn we wel van plan. En we denken dat het een heel aantrekkelijk concert kan zijn met liederen die veel mensen mooi zullen vinden. En ja, we willen natuurlijk alles nog een keer geven. Hè? We willen wel zeggen van met opgeheven hoofd willen we afscheid nemen. Dankjewel. Graag gedaan.